Hoi, ik ben Katia. Ik studeer toegepaste psychologie aan de Hans Hogeschool in Groningen en ik zit in het vierde jaar. Ik loop stage in Bali bij Yayasan Vidyaguna. Dit is een school voor special needs kinderen, dus kinderen met verschillende beperkingen. Kom met me mee. Hier beginnen we de dag met een dansje en yoga. Dat is altijd heel gezellig. Hele leuke quotes overal op de muur staan. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Dus verschillende lokalen. We gaan eerst even naar klas C. Dit zijn de oudere kinderen die ook gewoon leren schrijven, maar ook de taal, Bahasa, maar ook af en toe wat Engels. Heb je aan de andere kant klas B. Dit zijn de kinderen die soms ook een beetje doof zijn of ook gewoon gebarentaal leren. Dus dit is klas B. Je hebt een café, dat laat ik je zo meteen even zien. We zijn wel in een prachtige Bali, dus het is echt mooi weer. Dus dat is helemaal top. Heb je klas A, dat is voor de jongere kinderen. En ook wel meestal de drukkere kinderen. Die zijn druk bezig met ook veel verschillende dingen leren. Nou, hij zit op de uitkijk. Wat ook wel grappig is, als kinderen hier wat straf hebben, gaan ze naar de boerderij toe. Dat kunnen we jullie ook graag even laten zien. Lekker ouderwetse boerderij op een school. Dat is toch mooi? En als je dan aan die kant kijkt, is de fysiotherapeut. Die is dan bezig met een kind lichamelijk begeleiden. En daar heeft het kind een uur individuele begeleiding voor. Dus dat is ook super mooi. Hier zijn kinderen bezig met de lunch. Want alle kinderen maken zelf de lunch. Voor de mensen die hier werken, maar ook voor de kinderen zelf. En ook voor mensen die gewoon als toeristen hier langskomen. En dat wordt allemaal in het café ook gedaan. Snoezel? De meeste tijd ben ik in de snoezel. Yeah. Adit wacht al op mij. Ik geef aan ons. En op het snoezelroom geef ik de kinderen individuele therapie. Individuele begeleiding over motoriek, maar ook lichamelijke dingen, maar ook een beetje coachen. Ook al is het best wel lastig met de taalbarrière, proberen we wel de kinderen zoveel mogelijk gesprekken mee te voeren. Abakaba? Abas? Hi. Wij komen zo meteen wel weer. Ik laat jullie nog even de café zien. Hier is het café. Hier zijn de kinderen bezig met lunch voorbereiden. En dit wordt dan om 12 uur geserveerd. Ook kun je als toerist hier komen. En dan kun je dan lekker lunch eten, maar ook dingetjes kopen. Dit is allemaal door de kinderen zelf gemaakt. En het mooie is, het geld gaat ook gewoon naar de kinderen toe. En kijk even wat een prachtig uitzicht hier is. Prachtige uitzicht. En dat is een beetje mijn stageplek in Bali.